Wij zijn B-architecten, B-BIS-architecten en B-City en binnen een groep van een 60-tal ontwerpers willen wij eigenlijk nadenken over duurzame ontwerpen die zowel de stedelijkheid als de open ruimte gaan versterken. De reden waarom dat wij BIM in ons kantoor hebben geïmplementeerd is eigenlijk een logisch vervolg om eenvoudiger plannen te kunnen tekenen. Zoals AutoCAD in de jaren 90 was eigenlijk een overstap van met de hand tekenen naar het proces eigenlijk volledig digitaal maken, wat al een aantal voordelen had. BIM of Revit gaat er nog veel verder in door bijvoorbeeld een aantal zaken te automatiseren. Bijvoorbeeld sneden of gevels kunnen automatisch uit het model gehaald worden. Wat ook als voordeel heeft, stel dat er ergens een heel groot project is en er moet een bepaalde snede aangepast worden. Vroeger kostte dat handvol geld, terwijl dat nu redelijk eenvoudig uit dat model te halen valt. Er zijn ook een aantal andere voordelen, zoals bijvoorbeeld het uithalen van een meetstaat of de bepaalde hoeveelheden uit het model, wat voor ons een aantal processen versneld heeft. En als derde factor waarom dat we dat eigenlijk geïmplementeerd wilden hebben, is omdat we gemakkelijker konden samenwerken met andere teams. De belangrijkste uitdaging die we met BIM wilden opvangen is het sneller en juister informatie uitwisselen met klanten of met andere partijen die mee aan het project werken. Zo kunnen we eigenlijk sneller informatie uitwisselen op een correcter manier, omdat iedereen in hetzelfde model werkt. Dat heeft ook als voordeel dat klanten bijvoorbeeld sneller en beter kunnen inzoomen op bepaalde details van het ontwerp, wat dan met 2D-tekeningen vroeger vaak complexer was. Op dit moment maken wij gebruik van software van Autodesk. Dat zijn onder andere AutoCAD, wat we al heel lang gebruiken. We zijn sinds kort ook dan overgestapt op Revit, omwille van het hele BIM-verhaal. En sinds kort maken wij ook gebruik van BIM 360 Docs en Design, waarmee we eigenlijk nog sneller kunnen samenwerken met verschillende partijen in de cloud in één model. Eerst en vooral hebben we natuurlijk het fysieke 3D-model, wat we delen met mensen om informatie te tonen, zowel in 3D als 2D. We delen deze ook op online platformen, dus op die manier zorgen we ervoor dat ook andere mensen natuurlijk in die modellen kunnen kijken. Binnen het bureau hebben we ook een aantal licenties van Revit, waardoor eigenlijk mensen van hun computer ofwel van thuis nu in coronatijden eigenlijk altijd in het model kunnen werken waar ze op dat moment aan bezig zijn. Wat we voor de rest eigenlijk doen is natuurlijk klassieke informatiedelen zoals DWG-plannen. We hebben heel veel tijd ingestoken om die Revit-element om te zetten in DWG-elementen. Dus op die manier kunnen we eigenlijk ook klassiek DWG-plannen delen met aannemers of andere partijen. En daarbij exporteren we natuurlijk naar klassieke plannen zoals PDF om eigenlijk normale plannen gewoon te kunnen afdrukken. We delen de informatie met externe partijen bijna volledig door eigenlijk het 3D-model op een online omgeving te zetten, waarin eigenlijk andere partijen ook fysiek in het model kunnen kijken. Dus het gaat hier om dan de BIM 360 Document Management, waarin eigenlijk andere partijen zoals de ingenieurs, andere architectenbureaus, die kunnen eigenlijk samen dan in dat model werken in real-time, wat wel heel belangrijk is voor ons om op die manier snel te kunnen ontwerpbeslissingen te kunnen nemen en problemen ook snel te kunnen aanvatten. Dan delen we eigenlijk ook nog informatie op een eerder klassieke manier en dan gaat het eerder over informatie uit het BIM-model halen, zoals meetstaten die altijd up-to-date zijn, plannen, sneden, gevelaanzichten, eigenlijk alle klassieke architectuurinformatie die je normaal ook zou geven. We hebben eigenlijk alle nieuwe BIM-gebruikers op een goed niveau gekregen door eigenlijk te starten met een soort kernteam binnen het bureau. We hebben een aantal mensen, waaronder ik, die eigenlijk al wat meer ervaring hadden met Revit. We hebben dan eigenlijk op die manier heel veel tijd geïnvesteerd om een soort van template en een manier van werken uit te stippelen voor heel het bureau. Daarnaast zijn altijd per groep zijn er mensen van het bureau naar de opleiding geweest van GOIT om eigenlijk de basis van Revit te leren kennen. GOIT is een Autodesk-verdeler. Wij verdelen de Autodesk-producten voor de AEC-industrie, dus architectuur, ingenieurs en bouwbedrijven. Daarnaast geven wij ook opleiding over de verschillende producten en advies en consultancy. De rol van GOIT binnen dit traject was dat we eerst met B-architecten samengezeten hebben om te kijken welke software er noodzakelijk is. Op die manier is de beslissing genomen om een aantal AEC-collections aan te kopen. We hebben ook een groot opleidingstraject op poten gezet, waarbij dat 30 medewerkers van B-architecten een Revit-opleiding gevolgd hebben. En er waren een aantal consultancy-dagen voorzien om samen met de Revit-kamer de basis te leggen voor gans het Revit-traject binnen B-architecten. De
de grootste successen in het gebruik van BIM zijn denk ik voornamelijk dat we ons nu kunnen inschrijven in hele grote wedstrijden waar we voorheen eigenlijk nooit een kans op maakten, omdat die ook effectief gewoon vragen om BIM. Ik denk wat vooral een heel groot voordeel is nu, is dat we tussentijds heel snel presentaties kunnen genereren, omdat we over een 3D-model beschikken. Ook kunnen wij hele complexe projecten nu heel snel duidelijk maken voor eigenlijk al onze partners. Zo hebben we bijvoorbeeld het project nu in Roeselare, waarin we eigenlijk de volledige omgeving hebben opgemeten in BIM. Dan hebben we eigenlijk de slopeplan hieruit kunnen halen. We hebben nu een nieuw model ingetekend. We werken ook samen met andere partners die dan bijvoorbeeld de historische panden, wat UNESCO-panden zijn, die zijn ook helemaal opgetekend in BIM. En op die manier, als er complexe problemen zijn, kunnen we eigenlijk altijd inzoomen op een 3D-element. En eigenlijk op die manier heel duidelijk tonen waar het probleem zit en hoe we het kunnen oplossen. En dat geeft een hele duidelijke communicatie tussen ons en andere partners, wat voor mij eigenlijk een hele grote winst is in het gebruik van BIM.